Een vrouw uit Nieuwegein doet boodschappen bij Albert Heijn in winkelcentrum Hoog Zandveld in Nieuwegein. Ze heeft totaal niet in de gaten dat twee vrouwen haar pincode afkijken als ze geld opneemt en even later bij de kassa haar portemonnee rollen, Joost. Ja, dat klopt. Als ze de Albert Heijn binnenkomt, dan gaat ze eerst nog even pinnen bij het ING-automaat dat daar in de winkel staat. Ja, en dan komen de zakkenrosters al in beeld. Ja, en één van hen zien we hier in de cirkel. Ze kijkt dan de pincode af van de vrouw die bij de automaat staat. Nou, de pinnende dame heeft dat allemaal niet door en gaat daarna rustig de winkel in. Nou, en even later zien we dit. Helemaal rechts rekent het slachtoffer nog even haar boodschappen af. En we zien dan dat daar de tassenrolsters, zakkenrolsters eigenlijk langskomen. En die zit dan met de hand in die tas. En dan, hop, pakt ze die portemonnee uit die tas. Nou, de aangeefster, het slachtoffer, heeft nog steeds niks door. En die doet rustig haar boodschappen in haar tas en loopt dan weg. Nou, de twee dievegges, die rekenen ook nog even wat af voor de vorm. Ze krijgen nog wat geld terug en ook die lopen dan weg. Ja, pincode en de passen in de pockets, die twee gaan pinnen. Ja, niet verlaten wordt er meer dan 1.000 euro van de rekening van het slachtoffer afgepind. Ja, dat is een hoop geld. Dit hebben ze vast vaker gedaan, Joost. Ongelooflijk hoe onopvallend ze dit kunnen doen. Hè? Maar de camera ziet alles. Jazeker, en we hebben ze nog even goed op beeld. Als ze met z'n tweeën bij de servicebalie iets vragen aan een medewerkster. Nou, we zien ze daar dan ook goed. Ze hebben allebei een zwart petje op. En de voorste vrouw, de grootste van de twee, heeft een zwarte rok aan en blond haar. De andere heeft ook een petje op, draagt een blauwe spijkerbroek en een zwart t-shirt met een witte opdruk. Nou, als ze dan nog even weglopen, zien we dat ze lang donker haar heeft. Dat ze die dag in een paardenstaart droeg. Ja, dit zijn ze, de zakkenrosser en haar medeverdachte die de portemonnee van een klant van Albert Heijn in Nieuwegein stalen. Help mee ze te vinden, zodat ze niet meer kunnen toeslaan. Weet u wie het zijn of heeft u ze misschien ergens gezien? Laat het dan weten en bel een van de tiplijnen.